Waar zijn mijn Pikmin? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer. Zelfde Play 20 terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering, we zitten nog steeds in dag 3 geloof ik. Maar in de vorige aflevering hebben we de eerste cave en de eerste bos gevonden en hebben we weer een cave gevonden. En daarin gaan we gewoon lekker verder. Want ja, daar zijn we nu eigenlijk mee bezig. Dus we hebben een radardetector gevonden. Die laat ons echt zien waar dat Pikmin verborgen zitten. Dus, waar treasures verborgen zitten. En we komen nu aan op sublevel 4. Oké, hier krijgen we dus de eerste poison pellets. Poison pellets, ja, daar wil je dus uit de buurt voor blijven. Want poison, dat kilt alle Pikmin behalve de witte Pikmin. Nou, gelukkig hebben we witte Pikmin gevonden in de vorige aflevering. Ik moet even mijn controle iets hoger houden, want anders kan ik niet mikken. En kunnen we dus eventjes deze uitschakelen. Hetzelfde als zeg maar de vuurspuwers die we in andere afleveringen hebben gezien. Kunnen we ook de poison uitschakelen. Dit zorgt voor een enorme voordeel op het moment dat jij een cave aan het exploren bent. Dat je dus geen hazards krijgt op het moment dat je bezig bent met verschillende taken. Oké, nou die is uitgeschakeld. Die is uitgeschakeld. Die is uitgeschakeld. Hartstikke goed. Nou zien wij hier een paddenstoel. En dat wordt gedetecteerd als een treasure. Dus gooi er even een paar rode Pikmin op en hun gaan daar wel mee verder. Oké, nou zag ik ook aan de andere kant hier ook nog iets. Even kijken hoor. Ja, hier. Dan gooien we ook even wat rode Pikmin. Gooi er een paarse bij, maar maakt mij het uit. En dan gaan we hierin. En volgens mij zit daar boven ook een secret. Oh! Dat is snel. Mario zou er trots op zijn. Hij is niet veel poko's waard, maar Toxic Toadstool. Mario zou er niet trots op zijn. Mario zou hem gelijk in de afvalbak gooien. Oké, nou dan willen we dus zeg maar hier naar boven toe lopen. En als we hier naar boven toe lopen, dan kunnen we heel voorzichtig hierop staan. En volgens mij zat hier namelijk in het midden ook een treasure op verborgen. Dus dan willen we eventjes wat... Ik was bezig. Sluipreclame. Container of Sea Beauty. Is dat zalm of zo dan? Ik denk dat het zalm is. Oké. Oh, we hebben alle treasures al gevonden. Daar zit geen secret. Oké. Dan gaan we gewoon naar de cave. Einde. Wij zitten hier ergens. Hebben we hem al gevonden? Nee. Oh, die zit helemaal... Oh, die zit hier. Denk ik. Oké. Geen vijanden trouwens. Dat is wel gunstig. Het enige wat we nou nog tegenkomen zijn element hazards. Maar voor de rest niet echt iets waar we ons zorgen over hoeven te maken. Oké. Dive deeper with the Pikmin. Yes, thank you. Oké, de final floor. Dus tijd weer voor een boss. Nou, zoals bij elke boss wil ik hier ook eventjes ervoor zorgen tot we alle paarse Pikmin bij ons hebben. We hebben een witte bij ons. En nog een witte. Oké. De baas die we hier namelijk tegen gaan komen, dat is, ik geloof uit het hoofd, de Burrowing Snagrat. Deze die is eigenlijk best wel makkelijk om te verslaan. Als hij vast zit in de grond namelijk, net zoals een Pikmin 1, wil je zo snel mogelijk al je Pikmin erop gooien. In één keer! Oeh, hij heeft nog maar 1 pixel HP over. Geniaal dit. Jongen, je bent uitgeschakeld, finito! Je bent een lachertje! Ga toch heen, man! En we zijn hem kwijt. Nou moet ik jullie heel één ding eerlijk even bekennen. Dit is mijn tweede take op deze baas. Niet vanwege dat die baas zo moeilijk is, maar vanwege iets anders. Maar even wachten. Well done, Captain Olimar. You've defeated the freakish half-bird, half-serpent hybrid. Wat leuk. Oh no, don't tell me. The treasure was ingested by the beast, wasn't it? Ja, dus, so what? Dat was toch de vorige ook? Maar goed. Dit is mijn tweede take op deze vloer. Niet vanwege dat dat baasje zo moeilijk is. In tegenstelling, die baas die heb ik heel erg snel opgepakt. Maar
Deze handschoen die werd door de grond heen geglitcht. En daar had ik dus zeg maar verschillende Pikmin op gegooid. Oh, we hebben alle Pikmin. Dat is niet handig. Nee, 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 nee. Wij gaan dat heel voorzichtig doen. Wat er gebeurde, is dat ding werd teruggedaan. En in één keer raakte ik 10 Pikmin kwijt. Gewoon Pikmin die dat aan het dragen waren. Deze glitch heb ik nog nooit meegemaakt met Pikmin. Maar zoals ik had beloofd, ik krijg je de field footage nu te zien. Jongens. Kom op. Dat ding is super geglitcht. Hij gaat gewoon dwars door de grond heen. Hè? Het is toch maar. Oké, nou eventjes die eieren al even openmaken. Misschien zit er nog iets handigs in. Nectar. Hoe ben ik in één keer zoveel Pikmin kwijt? Hoe ben ik in één keer 10 Pikmin kwijt? Omdat dat ding geglitcht is, zijn er gewoon 10 Pikmin door de grond heen gezakt. Ah, nee. Dat is zo cheap. Ik heb echt geen flauw idee wat daarbij gebeurde. Dus wat ik ga doen is, ik wil mijn witte... Die wil ik zeg maar die handschoen laten dragen. Nee, niet weer gaan glitchen. Niet weer gaan glitchen. Oké, nee. Het ziet eruit dat het nou wel goed gaat. Oké, het hoofdje nemen we ook even mee. En nou zien we dus zeg maar hier een paar eieren liggen. En die kunnen we dus ook eventjes even openbreken om te kijken wat erin zit. Oh boy! Een rode potion. Daar ben ik blij om. En ik weet dat... Ik zag dat we een paar leaf Pikmin hadden, dus... Oké, nou is het in ieder geval goed gegaan. Geen geglitch. Dat was zo cheap. Ah, het is 100 pokus waard, dat ding. Dat is wel handig. Maar goed. This material looks comfortable. I will use it to patch the boss' favorite sleeping bag. Five-man knapsack. Dat vind ik wel leuk, omdat... Ja, het is zo groot. Team test conclusive. Cross-stitching successful. The knapsack is complete. When you have an ending copy, time interval pressing and hold C to take a nap. Dus wij kunnen nu slapen eventueel. Wat leuk. Oké, maar goed. Die potion die wij daar zien. Dat is één complete potion. Voor de red. Voor de red spicy. We hebben hem nog niet gebruikt, maar verzamelen is alvast heel erg gunstig. Nou is er ook een andere glitch die in ons voordeel kan gebruikt worden. Als je zeg maar de kapiteinen dicht bij die potion... Mag ik even iets uitleggen, spel? Ik heb het al uitgelegd wat dat is. Zeur niet. Hou je kop. Stil! Nee, ik heb het nog niet geprobeerd. Was nog niet nodig. Maar goed, als je dus een kapitein daar dichtbij neerzet en je komt met je andere kapitein en je duwt hem erin... Dan begint hij automatisch dus die druppel op te slurpen. Maar omdat die animatie erin zit, kun je dus met je andere kapitein er ook heel erg snel naartoe gaan. En krijg je dus de dubbele spicy spray. Nou, dit is legit een manier om dus zoveel mogelijk farming tegen te gaan. En zoveel mogelijk van die potions te pakken te krijgen. Dus jullie zullen me dit nog al een paar keer zien doen. Dus we hebben onze potion inventory gewoon verdubbeld. Er zijn hier geen treasures meer te vinden. We hebben hier nog wat nectar. We zijn geen extra Pikmin door een glitch kwijtgeraakt. Want dat was gewoon echt cheap. Waar zit eigenlijk hier de cave? Einde. Oh, die zit aan de andere kant. Toi! Dus ja, vandaar dat ik heb besloten om deze run eventjes overnieuw te gaan doen. En ja, er zat ook een red... Maar ik was in één keer 10. Verschrikkelijk. Goed. Tenminste, ik geloof dat er een red... Ik weet niet meer of daar een red... Ik weet niet eens meer of ik die eieren had opengemaakt. Maar goed. We kunnen naar de service toe. We hebben hier alles gehaald. Tijd om weg te gaan. En kijken wat we allemaal te pakken hebben gekregen. Oh, en mijn audio die scheidt ermee uit. Nou ja, dan maar post-commentary. Oké, nou hier zien we dus alle treasures die we hebben. We zitten bijna op 30%. Maar we hebben in ieder geval de cave compleet. En dat is natuurlijk helemaal geweldig. Awesome, subliem. Dus ja, dan zie je dus ook dat je er 7 treasures van hebt gehaald. We saven dit natuurlijk gelijk al eventjes. Maar ik ben nog steeds een beetje bembazeld over die glitch. Maar goed. Zoals ik al vaker heb uitgelegd. Op het moment dat je dus een cave hebt verslagen. Of een cave hebt gehaald. Dan kom je weer terug in de wereld met hoeveel tijd dat je nog over had op die dag.
Nou, is onze dag bijna ten einde. We zitten nu op net iets over de helft van de dag heen. En nou zijn er nog een paar dingen die we kunnen doen nadat we de witte Pikmin hebben. Eerst even deze female sphere grubs weer even uitschakelen, want die blijven maar terugspannen. Daar word je gewoon zagrijnig van. En nou vraag ik mij af, is dat ene beest ook weer teruggespannen? Nee. Oké, nou, we zitten in ieder geval in de clear. Dat is al in ieder geval een groot voordeel. Dus nou met de treasure meter, die gaat nog steeds op het dopje af. En nou hebben wij hier een poison gate. En daar willen wij onze witte voor meenemen. Kom op, hebben we ze allemaal? Ja, we hebben ze allemaal. En daar willen we dus zeg maar alvast hun aan laten werken. Ik laat Olima er heel even bij staan, mochten ze die gate klaar hebben. Want aan de andere kant zit er ook nog eentje. En ik denk dat ik met Louis heel eventjes... Wacht, jullie ook. Goed zo. Nee. Hebben we alles? Ja, oké, jullie zijn er bezig. Mooi. Ik denk dat ik daar nog even een paar extra berries mee pak of zo. Of misschien dat ik wel die andere weg al kan openen. Nee, dat is ook poison, dat is water. Ik denk niet dat we echt te veel nog met de andere squad kunnen doen. Dat is eigenlijk best wel nadelig. Misschien iets aan deze kant. Kunnen we hier boven iets pakken? Nee. Nee, ik denk dat het echt alleen maar berry duty is. Tenminste, daar ga ik wel van uit. Dus, het schiet echt niet op. Ja, we hebben maar 15 witte Pikmin. Dat is echt vervelend. Nou, even een groepje daar naartoe. Even een groepje daar naartoe. En als ik me niet vergis, doen ze dat... Ja, ik denk dat ik er even bij blijf staan. Anders heb ik toch namelijk niks te doen. Het probleem is namelijk van, ja, we hebben maar 15 witte Pikmin. En, moet ik er eigenlijk wel bij zeggen dat ik één keer Pokémon heb gezegd. Las ik in de reacties. Ja, vergeet niet, het is boos commentary. Mijn audio commentaar scheid er in één keer mee uit. Waarschijnlijk had ik echt zoiets van, ja. Ik weet ook niet wat er vandaag gebeurde. Maar goed, ik denk dat het ook weer 10 berries zijn. Waardoor dat we weer een potion erbij zullen gaan krijgen. Dus dat is alleen maar eigenlijk heel erg gunstig. Die female share grubs. Echt, meer Pikmin hebben we op het moment niet nodig. Dus daarom laat ik die pelletposies gewoon even staan. We hebben weer een extra bol erbij. Daarboven trouwens, daar zit ook nog een treasure verborgen. Maar daar hebben we ook de witte Pikmin voor nodig. En de witte Pikmin die zijn op dit moment druk bezig met... die gates eventjes open te gooien. Dus nou, nog wel even maar rust laten. Oké, daar is ook nog niks meer te doen. Damn, hoe vul ik dit op? Zijn jullie bijna klaar? Oh, jullie zijn bijna klaar. Mooi. Ik denk dat ik alvast deze Pikmin daar naartoe ga brengen. Zodat Olima dan de witte Pikmin naar de andere gate kunnen brengen. En tot we daar dan te zitten. Namelijk een treasure die we ook zeker hebben. Oh, er zit er een vijand met oogjes. Zien jullie die oogjes knipperen? Sneaky. Ik hou er niet van als we met een oogjes beginnen te knipperen. Dat is creepy. Dat is eng. Dat is nee. Dat is gewoon nee. Nou, kom op. Schiet op. Juist. Oké, nou jij pakt gelijk eventjes weer. Oh nee. Oh, terug. We moeten namelijk ook heel eventjes die poison dinges even uitschakelen. Want anders komen we er nog niet doorheen. Oké, dan gaan we nou heel even snel. Oh, dag is bijna voorbij. Snel naar die andere gate. Die zit daar voorbij. Die papieren. Ja, volgens mij. Tenminste. Ja, daar zit hij. Oké, laat hun er maar alvast even aan werken. En dan kan ik eventjes met mijn andere squad. Kan ik eventjes de paarse eventjes naar voren halen. Om dat beest daar weg te halen. En dan gooi ik er eentje naartoe. En dan komt hij tevoorschijn en dan aanvallen! Kom op, kom op, kom op. Hij is gestunt. Oké, dat is mooi. Oh boy, hurry up. Hier zit dus zeg maar hetzelfde wat we in de cave hebben gevonden. Oh. Ja, we hebben net die melding al gekregen. Allemaal, mooi. De sun will be coming. Get all the Pikmin, bla 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 bla. Ja, dag. Ga fietsen. Elke Pikmin die je dus op het moment bij je hebt bij een kapitein, die zullen veilig zijn. Alle Pikmin die bij basis zijn, die zullen veilig zijn. En alle Pikmin die je dus niet bij basis hebt en niet bij een kapitein, die zullen dus de nacht niet overhalen. Overleven. Maar goed, hier hebben we dus hetzelfde als wat we hebben gevonden in de eerste cave. Fascinating. This object is highly similar to the one you find in the Valley of Repels. Nee, goh, meen je dat nou? By examining this further, I may be able to extract new planetary data. Nou, dat zou heel erg handig zijn. Kunnen we naar meerdere plekken toe, dus... Maar ja, het nadeel is, de dag die is al bijna voorbij, dus ik weet niet of we die al een beetje kunnen gaan drukken. En die brug, dat is eigenlijk zeg maar een soort van snelle tussenweg weer terug naar onze homebasis. Dus als dit nou sneller klaar kan zijn, dan kunnen we al een beetje... Kom op. Ja, oké. Allemaal erop. Swarmen. Swarm. Waar is hij? Daar is hij. Kom op. Allemaal erop. Oh nee, 10 seconden. Dit kan problematisch zijn. Olima die is al met die vitamine bezig. Ik wil zo die brug over hebben. Kom op, jongens. Kom op.
Jullie zijn met het dubbele aantal Pikmin dikwijls nodig. Hoeveel heb jij? Ja, ik fluit jullie alvast terug. Nee, het is kort. Dan kan ik even deze beter bijhouden. Dan ben ik zeker dat ik daar geen Pikmin kwijtraak. Ze hebben hem al een teentje daar beneden, dus... Ik ben niet de brug over 2 seconden. Dan kom op, kom op, kom op. Oké, fluit. Oké, ik heb alles, Oké, 79 plus 15 is weer een... Ja, oké. We zitten goed. Uh-oh, ik hoorde een horror. Ik zie geen witte. Zeg me niet dat ik een 15 kwijt ben geraakt, hè. Zeg me dat het niet zo is. Ja. Hoi. Doei. Ik heb niks achtergelaten voor jullie. Zoek het lekker uit. Ik weet toch zeker dat als je de Pikmin bij de andere kapiteins houdt, dat het dan goed zit. Toch? We zien het zo. Ik heb zo geen zin om er weer opnieuw te moeten doen. Nou, en moet je kijken naar al die treasures die we nou dus hebben gevonden. We zaten op 932 en we zitten nu gewoon bijna al op de 30%. Gewoon in één dag. Zo kunnen de meeste dagen eigenlijk gaan verlopen. Nou, we hebben dus heel veel Pikmin erbij en... Ja, die ene dan kwijtgeraakt. Nee, oké. We hebben alles terug. Hoort zo. Dat is die ene die we overboord hebben gegooid. Oh, it's progress, Olimar. Remember, you'll never get anything done if you sit back and watch from afar. Press light and left and... Stone to feel the action. Weet ik wel. Stone of Glory was het toch? Ja, Stone of Glory. Ja, dat denk ik wel. En trouwens bedankt voor het compliment dat jullie vonden dat ik de presidentenstem zo goed kon doen. Maar goed. Ja, dit is een kortere aflevering als normaal. Omdat ja, we hebben nou dus een hele dag gedaan. En zoals je ziet, we kunnen niet ergens anders naartoe. Maar ik denk dat we morgen dat andere hek naar beneden gaan halen. De globe gaan halen. En kijken hoe ver dat we daar vanaf dat punt gaan komen. Dus ja, ik denk dat ik het daarbij ga laten bij deze aflevering. Dus heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Voor de nieuwe witte Pikmin misschien. Want ja, ze zijn awesome. En misschien winnen we in de volgende aflevering wel de volgende kleur Pikmin. Wie weet. Ik neem jullie dan mee. Dus bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering. Doei!